You're listening to the Het is vandaag dinsdag 9 januari. Gelukkig nieuwjaar, Henk Rijkaard. Ja, gelukkig nieuwjaar, Fokke. Henk had mij vorige week, ik zei het ook net op het podium. Henk had mij een paar weken terug, ik denk eind, midden december. December, oké. jij... Hoe zit het met de verkoop voor zondag? Ja, ja. Wat was, ja. was en je ik zei, antwoord toen? En ik zei: Ja, redelijk goed. Amelie Albert moet spelen. Dus <laughs> dat is eigenlijk, ik snap het niet precies. Maar we hadden afgesproken uh, dat jij uh, hier een try-out ging doen. En ja. met, uh, blijkbaar heb ik dat niet in mijn agenda gezet toen. Nee. En dan hebben wij naastig naar een andere datum gezocht. En dat is dan geworden: uh, Vandaag. Dinsdag 9 januari. Op een dinsdag 24. Ik, ik moet wel zeggen: ik, ik had wel zoiets van: ah, fuck, kom aan. De, de, op een dinsdag, de, na de vakantie. Maar ik ben super blij over vanavond. Uh, op zat, alle vlak Het zat ramvol ja. en het was heel, vol, heel leuk. Ja. Het was echt een, een toppubliek. Het was zeer leuk publiek. Het, het zat helemaal er was, vol. Was, en je hebt keihard gespeeld. Thanks. Ja, Oké, okay. dat, dat voelde ze aan ook. Ja. Maar, ja. ja. En, en we hadden het er net, uh, toen we nog niet begonnen waren, het over. Het is ook zo, als ik jou aankondig. dan voel je al of het publiek er zin in heeft of niet. En meestal is dat wel. En vanavond hadden ze er keihard zin in. Ja, ja, het was echt vanaf het eerste ding dat je ja. zei. Het was zelfs niet grappig en ze lachten al. De ja, dag, dus. Ja, puur. <laughs> dat maar dan lachen ze al dat ik dan zo snel mogelijk wegga. Dan zegt ze ja, weet je, we zullen. Dus ik doe. Uh, vroeger denk ik bopjes van Geert Horst. nu heb ik een of andere rare kinderkalender. Dan gaan we nu nieuwe doen even. Eh, eh, ja, 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 dat, ja. dat geld moet er nog uit. ik, heb het, uh, <laughs> dus, ik moet dat nog wel een paar keer doen. Uh, Ik heb dat ingebracht in de belasting, ja, dus bent, dat bent, moet toch op zijn boppekalender. De, ja. de eerste mop ging nog. Hij heeft meer lach gekregen dan een uh, Geert Hoss, mop ooit gehad heeft. Ja, ja, ja. Dat is de, waar, uh, de... Iets met hahaha ha, ha, handdoek. De grap, ja. uh, of zoiets. Het, het droogt u af en het is grappig. Ja. ha een ha, hahaha handdoek. Ja. 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 Dat was het uh, niveau. Ja. En dan... ook, ook een beetje zijn die nu ook zit na te vertellen. Ja. Fokke, als, als dit de aanzet, als dit het ding is, is dat is de ding. podcast voor de mensen warm moeten maken van ja we gaan blijven um, luisteren want we hebben al een topmop gehad we hebben al een top gehad Maar ja? hij, die was ook van het niveau ...vlies. Uh, het ja oké okay. ja maar hoe ja nee nee maar dat is geen spoilers de, maar, de, toch. De, de, maar toch dat <laughs> toch <lacht> we hebben ook we hebben ook nog Moppenheimer en uh... Moppenheimer <laughs> hebben we ook nog <laughs> holy shit ja, dat was de nieuwe dat was de nieuwe is mop. echt ja omdat ze ik wou ik ergens ergens nog een bruksje. Uh, en ik dacht van, ah ja, dat is misschien wel een tof om te doen. En het werkt semi, dus ik gooi het nog niet weg. Uh, zeker nee, nou, niet. Nou, omdat het publiek ook. Er was één mop, was, was dat die of was, was dat nog een andere? Dat, dat er echt letterlijk mensen die kwaad waren en mensen die hard moesten ja, lopen. Ja, 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 nee, ja. Dat was een woordmopje. Dat ja, was ja, een woordmopje, ja. Maar op, op zich, ja, ik, ik haat woordmopjes. Langs de andere kant vind ik, vind ik de, de, de polarisatie die je krijgt ja. in het publiek, omdat er zijn mensen die er. Die, die er de soort van woorden die echt in hun handen klappen en dat is zo schoon, dat contrast van mensen die echt op hun bil zitten te klatsen en daarnaast iemand die zo, gewoon een het mop. Deze prachtig. Kan niet. Prachtig. Ja, 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 prachtig. De polariserende mop. Ja. En, en dat, dat, dat benoem ik ook en dan, dan maak je het ineens grappig. Dus je hebt sommige dingen. mensen die doen polariseren met uh, inhoudelijke dingen, uh, bepaalde bevolkingsgroepen afzeiken ja. en jij doet het gewoon met woordmoppen. Ik doe het met woordmoppen. Ja, ja, dat is, ja, is de dat is de volgende, ja. dat is next level. Chirurgische comedy <laughs> 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 Separating the, the geeks from the nerds. Ja, yeah, de geeks from the nerds. Mm. Um, dus, voor uh, de duidelijkheid, Henk uh, uh, Rijkaard heeft hier zojuist een uh, try-out. Ik noemde het avant-première, maar het is eigenlijk gewoon nog een try-out. Want je moet er nog een paar doen: try-outs. Oh, voor je première, nog 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 twee try-outs. Yeah. Dus het is de avant-première avant, avant ja. uh, van de avondvullende show Apocalypse. Yes, yes, yes. En. Ja, het dekt de lading ook goed. Ja, wel. Het is een sympathieke leugen. Ik zal het zo zeggen. Ja. Want als je het als je, als je echt kritisch naar kijkt, naar de voorstelling, het gaat zo gezegd over het einde van de wereld. En, ja. ik, en ik overloop semi- een aantal scenario's waarin dat de wereld zou kunnen is dus ja. Een aantal invalshoeken. Um, nu, als je alles dat over het einde van de wereld gaat zou samentellen, dan gaat het ongeveer 15 minuutjes daarover. Ja, maar is dat niet altijd een beetje ja, nee, zo? Tuurlijk, ja, natuurlijk, voilà, ja, En de rest is gewoon, uh, ik heb gewoon heel snel gemerkt bij, bij het schrijven van die voorstelling, dat het weer echt gewoon een, een goede kapstok is om die, ja. die, die, die eigenlijk wel actueel is, maar waar je gewoon ook dagdagelijkse dingen kunt aan ophangen ja. uh, over huisdieren en, en, en naar de winkel ja, gaan. En, en mensen waar je een hekel aan hebt. En, ja, voilà. Dus, voilà. Ja, ja, gewoon, ja. Dus, maar, allee, het, is wel, allee, het, is, het is nu geen labmiddeltje, dat mag ik nu ook niet zeggen, want ik vind wel. Qua alle voorstellingen die ik al geschreven heb. Is deze wel de meest heldere uh, rode draad. En die ook het schoonste boogt. En het schoonste terugkeert ook naar, ja. uh, naar het onderwerp. Ja. En ook schoon afsluit. Allee, ik ben, ja, de ben afsluiting aan... hebben we hier niet kunnen doen, omdat nee, je, nee, nee, dat nee, is bij nee, nee. coren toestanden. Maar je hebt het juist te uitleggen. Uh, het is ook wel. Wat, wat grappig is dat je inderdaad nu. Uh, dat was ook, want je bent hier in april, komen tryouten of zo? April, mei, ja. Uh, Een ja. ja, paar keer komen tryouten. En dan uh, was je ook zo van: ja, maar ga je dingen maken? Gaat er dingen. Dan zei: je, nee, 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 ik wil echt puur even de tekst, ja. uh, tekst doen. Ja. En dat is ook wel zo, als de vorige, de, 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 de vorige show en zeker de show daarvoor, ja. uh, stonden, stond het maken centraal. Ja. En nu staat het inhoudelijke centraal. Ja, absoluut. Oh, dat wil ik ook gewoon. Ik wil ja. ja, gewoon terug weer de, die die, die, die lat wat verleggen uh, wat, wat ja, toch weer technisch betere comedy maken ja, en, comedy technisch en, ja ja gewoon daar ja. maar gewoon ook ja, de, de constructies van uw verhaal hoe bouwt het op en, 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 ik, en het is ook gewoon allee, goed nu nu ik het eigenlijk mijn eigen kantlijn de reden vooral waarom dat, ik, uh, dat er nu minder attributen en dat maken minder centraal staat is omdat ik ervaren heb in de vorige shows ik durf wel wat tijd verliezen aan een, een belachelijk attribuut. Ah, zo? Ja. Gewoon puur tijdtechnisch. Ja, tijdtechnisch. Gewoon ja, als... thuis knutsel. knutsel voilà, staat, als je drie weken bezig bent aan een voorwerp dat super grappig is, daar gaat het niet om, maar dat dan. 10, 15 seconden gebruikt wordt ja, op podium. Voor ja, één lach eigenlijk. Voor, voilà, c'est ça. Dan zit dan eigenlijk gewoon met je time management heel slecht bezig. Want op drie <laughs> weken schrijven heb je meer dan, dan, één dan 15 seconden. Ja, Allee, ja, dan, ja. Dan, anders moeten een ander een job zoeken, denk ik. Ja, dus, maar je hebt ook wel uh, uh, dingen uh, bedacht of gemaakt die langer dan mm -hmm. één lach waren. Hè? Waar je echt, ja, ja, waar je een echt mee uh, kon doen. Ja, uh, maar goed, het, het is wel leuk dat je dat, je dat dan weer, dat je, ja, weer iets anders doet. Je had natuurlijk eerst die titel. Dus je bent uh, een beetje naar die titel toe gaan schrijven. Of want er zitten bits in dat ik denk van. Als je dat anders noemt. Kun je dat ook gewoon doen, maar nu heb je het wel echt gekoppeld ja. aan apocalyps. Was zoals ik er net zei ja, eigenlijk. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb natuurlijk um, de, de kapstok uitgewerkt um, en dan ja, ja, mind mappen, dan weet ik veel wat allemaal. En ja. je, je denkt van oké, okay, wat zijn allemaal mogelijke scenario's. En dus, dat is een heel goede voedingsbodem geweest voor. Ah ja, maar wacht, dan kan ik dat, dat vertellen en dan dat. Ja, oké, okay, en dan kan ik daar. Um, dus ik heb. Ja, Eigenlijk, ja. Um, ja, vooral aan. aan, aan uh, ja, vertrokken vanuit het apocalyps, maar dan mezelf heel snel de, de, de ruimte geven om te ontsporen. Wat um, ja, ja. dat eigenlijk sowieso wel mijn en stijl dat is. En uh... ontsporen, dat gaat dan vooral over een soort Hollander bashing. <laughs> die. Uh, waar ik, ik heb vriendelijk gelachen toen ik achter de toon stond. Maar het deed pijn hoor. Ja, het deed pijn sorry. Een hele bevolkingsgroep. <laughs> Zo klein dier. Maar ik... hij goed durft. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> het, is er, het is er gaandeweg ingeslopen. En, op een bepaald en het was moment... te leuk. Ja, het was te leuk. En ook, op een bepaald moment werd dat zo'n goede draad. Dat ik dacht van ja, oké, okay, ja, la la laat het dan... Ja, ik wil niet te veel spoilen natuurlijk, nee, maar, maar ja. Er zitten af en toe wat hollander mopjes in, zullen maar, maar zeggen. Ja, maar het is nu ook niet dat ze echt zo onwaar zijn. En, <gellaf reuse impatient charging> <Quinn> <nact> en ook, ja, goed. Op het einde... Nee, nee ja, je komt er echt slecht uit. Ja, komt kom er slecht uit, <Hin> ja. kom er gewoon slecht uit. Het gaat allemaal ter koste van mij, maar het is dan maar zo... Hm. Uh, alles voor de kunst, zeggen wij altijd. Ja, zuster. Uh, en ook, ja, goed, ja. nee, ja, de, 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 dat, is, dat is wel hetgeen, Ik heb er wel over getwijfeld. Wat moet ik dan wel doen? Maar uh, ja, dan, dan, ofwel moet je er dan alles eruit gooien, ofwel moet er... Uh, uh, want je kunt niet zeggen van, ja, ik ga het maar half doen. Nee, ja, snap we ik Je moet er dan echt wat keihard voor gaan. Plus, er zitten ook een paar situaties in die gewoon zo herkenbaar zijn. Ik bedoel, ja... Die gewoon, ja, natuurlijk, ja. ja, ja. ja. En het gaat ook over, over een alge, algemene irritatie. En natuurlijk, ja, uh, als kanttekening kunnen we erbij maken maar ja, ze zijn niet allemaal zo natuurlijk. En, nou ja, Ze en, zijn dus wel het allemaal de, zo. En de meeste wel. En, <laughs> <laughs> en, maar ja, goed, uh, maar ik, ja ik, ik vind het wel lastig om dan wel, abstract aan het babbelen zijn. Ja, maar, maar, ja, dus, uh, we houden het spoiler vrij. Mensen moeten maar een kaartje kopen en Ja, zeker, kijken. zeker. En ook ja. Nederlanders. Zeker welkom. Zeker welkom. Ah, toch wel? <laughs> ja, natuurlijk wel. Want ja, juist wel. Natuurlijk wel. Dan, ja, dan maakt het nog zitten beter. Zitten zitten ze allemaal over fokken. Iedereen zo, <laughs> ja, denk ik <het> niet. Denk <laughs> nu nog niet iets gezegd. Ja. <laughs> <Yeah. lacht> maar goed. Uh, uh, ja, nee. Verder is het gewoon... Ja, maar nou. daar... Ben je echt bezorgd over het uh, einde van de wereldachtige toestanden? Is dat iets wat je echt, ik bedoel, het is een krapstok en het is een leuk onder... Ja, het is een le maar ben je echt een beetje bezorgd over de wereld? Ja, ik heb er wel eens een soort van jaren 80 nostalgiegevoel bij. Zeker, zeker toen, oh ja, nee, in de jaren 80 was het ook zo: de, de dreiging van, van de atoombom, hè? Van, van, van de Russen ja, die met hun ijzeren ja, die is, gordijn en, ja. en, 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 en die, die, al die raketten die naar ons gericht waren. Ja, dat is nu ineens wel terug ja, met, met Oekraïne en, 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 en alle andere conflicten. Ja, uh, met de oost island ja, ja, dat is zo, Dus, dus, dus dat, dat, dat kan er ook allemaal gaan escaleren en zo. Maar eigenlijk daar schrik voor. Oh ja, nee, ik leer er niet wakker van. Ik vind het super erg, uiteraard. En, en we moeten alles eraan doen om die mensen daar te helpen. Maar leer ik er wakker van? Ja, ik ben zo'n mens van. Ja, we zullen wel zien wat er gebeurt als ja. het gebeurt. Ik, ik kan er niet over wakker leren. Maar. Ja, goed. Het, uh, ik vind het vooral heel actueel, omdat we zitten net uit een pandemie, wat eigenlijk ook al bijna ja, een, een soort, soort apocalyps was. Ja, ja, een slecht uitgewerkt scenario, moet ik wel zeggen. Ja. Maar het had een film kunnen zijn. Absoluut. Uh, dan, ja, de, de, de dreiging van, van uh, de nucleaire dreiging van. van alle moeilijke kampen, maar dan vooral vanuit Rusland. Okay. Ja. Uh, dan, ja, het klimaat dat volledig kiwi is en zo. Dus eigenlijk vind het wel een, een, ja, een, een interessant tijdgevricht. waar jij ja, ja. nu in zitten. En, ja, ja, dat is absoluut waar. En ook ik... natuurlijk, er is ook een soort uh, uh, moeheid, want het is allemaal heel erg. En we zijn, uh, en we zijn iedereen is op de barricade nu voor, voor Gaza en voor hè, het hele Israël-verhaal. Ja. En we zijn precies Oekraïne allemaal vergeten. Ja, frappant hè? Ja, dat vind ja. Ik, uh, er, er, was, er was onlangs een uh, oh, journalist die, die super kwaad geworden was op zijn collega's. Omdat toen alles er escaleerde in, 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 in Gaza. En dat is natuurlijk heel snel gegaan. Ja, ja. Die waren ineens allemaal weg. Dus die was ineens alleen in een of andere uh, frontlinie dorp uh, in Oekraïne. Ja. Ineens was iedereen weg. Ja. Want er was de nieuwe hot topic. Ja. En, dus, dus, uh, oh, harde, ook, uh, en dat gaat natuurlijk niet alleen over... Dat gaat niet alleen over... Dat gaat over dat, dat uh, nieuws ook geld is. Dus mm. de, de mensen... Wat willen de mensen zien? Ja, mensen willen niet meer horen over dat oud conflict. Dat kennen ja. we nu wel. Dat is, dat is niet opgelost. Het, maar is we, wel, we, we, het is wel saai. Het is wel saai. En ze bewegen ook bijna niet. En, en, nu, en, en nu zitten we in dat andere conflict. En als er morgen weer een ander conflict is... Dan zitten we daar. En dan zijn we... En, dan, en dat, is wel, dat is wel een beetje triestig. En ik bedoel... Ik ben minstens even erg, hoor. Ah, maar uiteraard, maar en dan en vergeten we nog alle andere conflicten waar we het totaal niet over hebben. Nee, Bijvoorbeeld ja. in Afrika. En ja. we, Nobody gives a shit nee. dat, wat dat daar allemaal gebeurt, maar... En je hebt een hoop barricadespringers. En dan, ja, oké, je moet een barricade kiezen. Dat is nou eenmaal zo. Maar het is altijd een beetje lullig voor die andere barricades waar je dan niet op springt. En dan spring ik er op geen enkele en dan ben ik eigenlijk nog grotere lul. Maar het is wel Maar ja, dat hele einde van de wereld. En door alle jaren zeggen mensen altijd: van ja, is dit nu. Mensen die geen kinderen hebben, je hebt er wel een. Uh, 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 die, mensen die geen kinderen zeggen, ja, is dit nu een wereld om een kind in te steken? Maar dat, is, dat blijft ook maar waar. Goh, ja, goed. Het nou, is, is ook zo'n first world Dat zijn ze 30 jaar geleden. Ja, oh, maar dat is ook een first world problem. Hè? Van, ja, is dit een wereld waar, daar, ja, afhankelijk van waar daar je woont, is dit nog altijd geen wereld om een kind in, in te doen opgroeien. Hè? Ik denk dat je in Gaza niet echt uh, nee, nee, nee. Uh, denkt van. Oh, nee, nee. Ik we... bedoel, België is toch wel een plek hier. waar ja, je. Absoluut, ja, absoluut. Ik denk dat we, dat we niet mogen klagen, eerlijk nee. gezegd. Dat doen we wel, maar. Wat... Doen we zeker te veel. Ja, um, ja goed. Ja, als je kinderen hebt, staat dat natuurlijk allemaal wel in, in perspectief. Ja, is dat uit... bijna wel. Uh... Goh, ja, langs de kant wel. Uh, nu, allee, ik, ik ben er dan wel zo. Misschien wat te fatalistisch zijn om te denken: van ja, wat verschil ga ik maken? Ja. Maar geprobeerd wel een ja. verschil te maken, natuurlijk. Uh, voel je van dat jouw dochter, en... die, de, je hebt een puberdochter, vertel je ook over op het podium. Mm -hmm. voel, voel je dat die daar op een andere manier kijkt en naar kijkt dan jij naar wat er allemaal gaande is? En uh, uh, de, de, de nakende apocalypse? Nakende apocalyps nee, dan niet. Maar die is wel, ja, die, die volgt dat wel, wat er in Gaza gebeurt. En die was ook kwaad toen, alleen ze is wel. Het is wel sociaal bewogen. maatschappelijk ja, geïnteresseerd. Ja, ja, en ook gewoon: ja, de, 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 er zijn dingen die ik wel van haar leer. Zoals dat kwaad zijn over. Ay, en in Oekraïne eh, zijn ze nog, het is het nog altijd hetzelfde en iedereen is er weg. Waarom lezen we daar niks niet meer over? Ja, papa? ja dat is een heel goed gezien, schatje. Hè? Dat is gewoon omdat. Het nieuws nu ergens anders ja, zit. Ja. Um, maar als, dat hij echt bezig is, nee, die, die zit daar echt niet zo, zo fatalistisch uh, in elkaar. Nee. Ja, nee. denk dat ik dat wel altijd als kind. Dat dat... Maar ja, we hadden, we hadden wel echt die koude oorlog. die die was wel redelijk reëel Het was ook moest weinig om vrolijk over te zijn he. De muziek was slecht in de jaren nee, 80. Die shit was geil. <laughs> ja, ik ja, je verschillen dan. Nee, ja, het kregen hoe je een beetje depressief met mijn banden ja, maar, maar ja, maar nee maar dat was het. Ja. was, he. maar dat was he. maar dat ja. het was allemaal wel zo doomy, doom ja. en gloom ja. Ja, ja, ik denk. zeg het juist op podium 30. 30 uh, uh, januari ga ik naar de Sisters of Mercy kijken hier in Antwerpen. Ze treden die op, dus dat is toch. Uh... En tricks dan? Uh... Ja, ah, oké, okay, cool. Blijkbaar woont die zanger uh, in Antwerpen, ja. die woont hier in de buurt. Nee. Ja. Pardon. Andrew Eldridge, de zanger van Sister Mercy. Ik wist dat niet. Iemand heeft dat. Ja, Alex had het ook al verteld. Heeft. Maar in ieder geval, whatever. En nu gaat hij die stalken natuurlijk. Als nee, die nee, nee, ah, nee, dat, nee, nee, okay. nee. nee. Ik, 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 ik heb wel alle Oké, okay, die hebben maar drie of vier platen. Dus ik heb wel al hun platen. Maar... Mijn zus wordt er, er. Ja, was, was, er was jou zus gaat ja. uh... En mijn best, beste man de fruit. En... Dat hm? de fruit ook komt. Kom, eh, okay, ja, oké. Ja, ja. ja, ja. Zal, zal dat dan tegen mijn zus zijn? Ah, dat zegt is hè? <laughs> Ja, want dat is dus een zwartzak. <hazio> ja, 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 maar min of meer wel zijn ze Fields of the Nephilim en dat, <hazio> ja, ja, ja. En dat soort dingen. Nog iets, nog iets. En de ja, 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 en, ja. en, en, en cure and, and, and all en al die dingen. Ja, goed, dat was dan was haar ding. Dus ik maar... moest iets anders kiezen. Die waren ook wel het einde van de wereld bezig. Maar, uh, of ja, ja, samen, ja, ja maar, wel, maar, uh, ja wat had je zegt van. Allez, bet, bet, yeah, in de jaren 80 was dat precies reëler op een of andere manier. Die dreiging en. Ja, weet ja, misschien... zat dat misschien ook meer in de popcultuur in of meer in de zat dat ook meer in de muziek en films en zo in dat het uh, ja dat is ook niet waar hè, want er zijn nu ook keihard veel zombiefilms en, en en toestanden ja en... maar het was meer meer van die rampenfilms echt zo, zo ja. uh, de, de, van die meltdownfilms uh, van, van kerncentrales die ja. dan uh, paraplu gingen en zo ja en je hebt ook ja, met, met, ja dat is ook R 70, zeventig dat is crisis geweest hè ja, ja, zo, ja, ja. dus dat ga je ook allemaal niet niet geholpen hebben nee klopt om de mensen vroeger te stemmen en een toekomst te zien, dat is waar. Dat is waar. No. Dus, dus, naagloos, na voel je hem Ja, nou, half na, Naadloos gaan we over in het, uh, in het ding. Want ik dacht, uh, voorstelling heet apocalyps. We hebben er we hebben alle uh, nog niet zo lang geleden een podcast gedaan over over het maakproces en zo. Uh, uh, laten we het dus hebben over uh, Apocalyptische films. Ja, en ik heb jou niet aan de mensen, niet aan het publiek, gewoon aan jou gevraagd, jouw ja. top 5. Apocalyptische films. Ja. En het is een top 6 geworden. Ja. Maar eigenlijk, en daar komen we zo op. Eigenlijk is het toch maar een top 5. Maar goed. Top het, is. Ja, ja. oké. Okay, okay. Maar daar komen we zo op. Want ja. je zei, uh, ik heb een top 5, maar ik wil wel Wally -E, uh, niet vergeten. Ja, als een uh, apocalyptische film? Absoluut. Uh, absoluut. En ja. een, meester, een absoluut meesterwerk. -E, uh, uh, de Pixar film over. Uh, wacht, ik moet hem zo houden. Hopla, zie je. Op ja, oh, voor de mensen die. Blu-rays van Wally willen zien. Uh, uh, Blu-ray van Wally. -E. Wacht, wacht, wacht. En dan voor de mensen niet. <laughs> ...een, een, een Blu-ray blu van Wally willen horen. Oh, man, wat klinkt die, oh dat klinkt die toch mooi, die Blu-ray. Zo, voilà. Dit ja. is de Blu-ray van Wally. Uh, een Pixar-film uh, <laughs> van een paar jaar geleden... Uh, uh, ja, ...over een opruimrobotje... Ja. ...die de apocalypse moet opkuisen. Ja, 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 ja. maar top, hè, top. Ja, Ik vind... Uh, oh, ja, hoe, hoe Dat is het toch altijd in slaan bij, bij Pixar... Om om ding te maken. Allee, uiteindelijk is dat, ja, dat is iets mechanisch, maar er zit zoveel schattigheid en ja. emotie en, en iets hard metaal. Echt, dat is prachtig met tranen in mijn ogen gezeten. Absoluut. Uh, dus... Het zit hem natuurlijk in de ogen. Ja, uiteraard. Uh, ja, ja, ja. En de... ja, ook de geluidjes. Hè? De geluidjes die te maken Goed, onderschat, dat het, zegt, het onderschat het niet. Ik ga het nu opzoeken op mijn GSM, maar ik denk dat de man die de geluidjes gemaakt heeft van Wally, -E, Ben ja? uh, Burt is. En dat is ook de gast die R2D2 van Star Wars gedaan heeft. Ah, ja, oké. Okay, okay. Denk ja. ik wel. Dan gaat de, ik denk dat hij mijn al. Ja. Ik zou dat nu ja. eigenlijk moeten checken, maar ik ben redelijk zeker dat dat is Tuurlijk, ik bedoel, R2D2 is toch abstracter en wel ja, een vuilbak. Ja, ja, ja. En toch geef je ook ja. emoties. Ja, absoluut. Dat is een vuilbak met emoties. een vuilbak, maar je En dat is door Geluid, wat u de flapperende dingsken, <laughs> <Flopperende lacht> <dingskies>. maar, maar <laughs> ja, uh, ja, nee, uh, Wally, -E, uh, wat mij betreft, een van de beste Pixar films ooit gemaakt. Uh, uh, het is ook een liefdesverhaal, ook nog. Ja, ja, ja. Hij wordt ja, verliefd ja. Op, uh, op een iPad. Ja, <laughs> ja dat is gewoon, ja. Uh, en... maar ja, en ook het, het, ja, uiteindelijk het. het, het het verhaal van, van, van de mensen, want uiteindelijk komt hij dan op een spaceship met, met mensen terecht. Ja. ja. Dat de, de mensen zodanig vattig en. en ja, ze uh, kunnen niet eens weer lopen, volgens mij. Nee, ja, nee. ja, ze zo zo. Um, ja, ook weer. Een, een, een typisch ding dat, dat vaak terugkomt in, in apocalyptische films: dat, dat dingen overgenomen worden door intelligente computers en dat de mens ver, 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 verzandt in een soort van vatzig, triestig, consumerend wezen. Ja, Eigenlijk, uh... ja dat is uh, ook gaande. Ja, wat is, wat is, wat is dat ik wou zeggen? Dat <laughs> is het beste voorbeeld. Daar zijn ze in Pixar wel altijd heel goed in. Dus ik weet nu niet of dat, dat, dat Pixar is, maar Pixar heeft toch nog, nog zo'n aantal nu, zeker. Zo, er is nu de Elements. Ik weet niet of ja, die gezien hebt. iets zo goed, maar dat is ook wel inderdaad wat abstracter. Ja. Inside out, inside out, uh, soul. Ja, dat zijn allemaal van die wat abstractere, ja. uh, mooie verhaaltjes en toch inhoudelijk sterk. Ja. Oh, je moet je eigen toch wel verplaatsen en toch is dat niet moeilijk. Ja, dat is goed gedaan. Ja. Um, en ook ja, voor, 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 uh, voor kinderen om emoties bespreekbaar te maken. Zijn dat enorm goede vehicles, die, die Pixar-films? Ja. Nu, er zijn, dat uh, is <laughs> een run and joke bij, bij ons thuis geweest. Um, Mira, uh, onze dochter, ja. heeft, uh, krijgt op school zedeleer, en in de, de lagere school uh, keek die naar Pixar-films. Ah, ja. Dus dan, dan de vrijdag of de zaterdag, als ik thuis was, dan was dat zo. We, we, we gaan nog een filmpje kijken. Ja, ja. We zitten te kiezen, maar die heb ik al gezien, die heb, heb ik al gezien. Maar waar heb je dat allemaal gezien? In zedeleer. Dus ik kijk in zedeleer naar al die Pixar-films. Omdat die goed Omdat voor. Die... Ja, maar goed, dat is wel zeer lui, zedeleer geven. En de running joke was dat ook altijd de dinsdagmorgen. Allee, geprap, kom dan naar school, naar school. Het is zedeleer, anders miste de film. <laughs> <laughs> maar dat op, zich, allee, op zich niet, niet slecht gezien. Nee, want er zit echt wel. Ja, ja dat in, zie ik zo met het, lak... het over van Gert Verhulst, het Studio 100 nog niet direct. Minder doen. snel gebeurt. Nee, ook minder poëtisch gedaan ja. en minder doordacht. En het feit uh, dat het dan ook inderdaad technisch minder goed is, maar ja, dat is uh. ook een beetje financieel ding. Maar het verhaal, een verhaaltje kun je wel verzinnen, wat ietsje. Uh, nee, ja, het is. Het is, het is uh, uh, Wally -E is, uh, ja. is misschien wel mijn favoriete Pixar-film. Ik vind Toy Story ook fantastisch. Ja. Maar, maar, uh, en de Eerste Incredibles vind ik ook geniaal. Maar ja. Wally -E is misschien wel mijn favoriet. En ik had ook wel echt heel veel van die. Ja, je weet ik ben een verzamelaar. Ja, van die ik, robotjes. Van die robotjes, ja. 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 Ik ja. denk dat ze ja. allemaal... Op een gegeven moment had ik ze echt allemaal. Of ja, voor wat, werk... Dat de op afstand me ja. ook. Ja, ja. ja, 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 die, ja zo, zo groot, zo groot, zo groot. Allerlei grootes. allerlei En Yves, de, de, de iPad, had ik, had ik ook diverse En er is er één uh, 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 die ik dan uh, had. Ik weet niet of die op afstand bestuurbaar was. Maar die, kon, die, die, die was wel met batterij. Die kon je aanzetten. En dan begonnen ze tegen elkaar te babbelen. Oh, wow. Dus die ene zei er niets. En die andere reageerde op wat die ene zei. Oh. En dat was ik, wel echt ja, gaaf. Ik zie aan de fonkeling in je ogen, Fokken. Ik begrijp nu waarom dat je Wally erin wou. Ja, tuurlijk! <laughs> Dat is gewoon... Nee, 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 nee. Omdat ik gezegd heb, oké, ik had dan een berichtje gestuurd via WhatsApp: oké, okay, dit zijn ze alle vijf, maar ik wil een eervolle vermelding uh, voor, uh, voor Wally. -E. Oh nee, nee, dan doen we er zes. Nu ja. begrijp ik waarom. Wally -E is echt wel. De, uw ziel wilt... Uh, absoluut, ja. Wally is. En ik ben. Nou, sowieso, ik ben. Alles bij robots. Ik ben robot nerd. Ja, ja. En ja, dit ja. is een film over de opkruisrobot. Heel gaaf. En met een plantje. En het is echt gaaf. Ja, het is prachtig. Nee, echt. Ja. Ja, ja. Meesterwerk. Goed. Dan komen we aan de top 5. Ja. Op nummer 5 staat... Wat is dat? Total Recall. Ja, ja, Is ja. geen post-apoglyptisch filmpje. Nee, jawel. Film. Ik... <laughs> kijk. Kijk, fokken. We moeten even, even... We gaan even proberen te schetsen dus. hoe, hoe dat het verhaal. Nee, niet dus. Eerst luisteren. We gaan even proberen schetsen. Dus gisteren stuurde je mij een sms'je. Ja. Of een whatsappberichtje, ja. maakt niet uit. Van, uh, ja, dan doen, uh, stuur mij uw top 5 tegen 4 uur. Maar ik zeg: maar, Fuck fuck ik, Dus ik ben zo terug uit congé. Was ik, 1 ik, uur of 12 ik... uur of zo. Je had 4, 5 uur om erover na te denken. Ja, goed. 4, 5 uur die ik eigenlijk nodig had om mij vooral op mijn comedy stuk van de nou, avond voor ja, te bereiden. Ik denk een flauwe kul <laughs> <girl> uitvlucht. <laughs> dus er is eens dus mijn, mijn hoofd zo van: Oké, okay, bla bla. Zo wat ding begin, begin eruit. Je hebt ook een stream van namen gekregen, op een bepaald moment was ik denk dat duurstief, ja. dat was een oh, God. N Nothing Hill. Ja. ja, wat was dat? Goh. Dat is wel grappig. Nothing Hill. Het is Nothing Hill. Dat weet ik ook wel. Maar als de mens met dyslexie zoals ik dat leest. dan ziet ze Nothing Hill. Yeah. Maar dat gaat echt wel een heel coole <laughs> dystopische film zijn. Nothing the, Hill. The, the er is heel met nothing op. Dat is. Uh, is post Er is, uh, is <laughs> meer dan niets op Nothing Hill. Er is zelfs te veel Nothing Hill. Er zijn you? mensen die vinden dat Nothing Hill het einde van de wereld is. Maar dat is een yeah. heel ander yeah. ja. verhaal. Goed, heel, dat is een andere discussie. Maar goed, inderdaad. Total Recall. Een niet echt. Een uh, post film. wel een toffe film. Uit een zeer goede film. Een film van uh, Paul Verhoeven bij Arnold Schwarzenegger. Die op basis van een boek van Philip K. Dick gaat. Ze ja. gaan op Mars en het gaat over Mars. Maar het gaat eigenlijk gewoon over een, een verder geëvolueerde uh, uh, aarde. Mm. Dus uh, 100 jaar in de toekomst of whatever. Yes. En we, we zitten ook op Mars. Ja. Dus, het is niet. Post, er is, nee, misschien nee. is er wel een oorlogje geweest, nee. maar dan weten we ze het nee, Volgens mij zelfs niet, want ze starten op de aarde. Goed, maar, en we blijven maar puteren in die wonden. Heel Tof, Fuck hem. Ja, maar. maar dat is. Nee, maar dat is. Kijk. Je hebt science-fiction. Kijk, maar ik wist, ik wist dat dit een slecht idee was. Ik wist het op voorhand. Ik heb je dat ook gezegd in een berichtje van Fokke. Ik wil het doen, maar ik ben niet zo'n filmnerd als like jij. Dus ik ga... Even lekker. het is eerste... de eerste film van mijn lijstje en ik krijg op dat mijn doos. Dat is waar, Wally is supergoed. <laughs> okay. Dus als we Wally dit als een Total eruit uithalen, ja. dan hebben we de hartstikke mooie top 5. <laughs> okay. Maar, maar, maar goed, ik, maar maar ik je weet, vindt Toto Rico wel ja, erg film. Ja, maar ik weet waarom dat die erin zit. Omdat, ja, ik ga nu niet al de anderen van het lijstje nou spoilen natuurlijk, nee. want dan, nee, dan kunnen de mensen nu de podcast ja, stoppen terwijl, terwijl ze echt wel willen blijven luisteren ja, tot het stop, einde, er, ja. dames en heren. Ja. <laughs> Wat maar, gaat er nummer 1 zijn? Oei, oei, Spannend, Dotting Hill of Weddings the Funeral. Hey. Het kan alle kanten op. Oh, wie weet, wie weet. E.T. Ja, Wat op de wereld van E.T. Daarom is die dat hier. Daarom is nou, kijk, kijk goed. Nu, waarom, waarom? Er is daar er is er een soort van, van associatief mechanisme getriggerd door uh, de andere films uit mijn lijstje. Maar in Total Recall um, zit een goede special effect. Ja. goede, een crappy special effect. Het is wel op het cringe randje, maar goed. Verdienend ja. tijd heel goed. Ja, ja. En ik vind dat. Um, ja, ik, ik, zie dat, ik, ik, ik zie dat nu minder, maar ik zag dat vroeger heel graag zo, die making-of dingen. Ja, ja. Zeker als dan uh, making-of is over special effects en weet ik veel wat. En ik heb ooit een, een making-of gezien hmm. van Total Recall. En er zit een fantastische scène in waarbij dat, uh, Arnold Schwarzenegger dan verkleed is als een iets dikkere uh, vrouw. Ja. En uh, ik kom aan de grens. Hij uh, landt op Mars en ik kom aan de grens. Ja, Hij uh, moet illegaal binnenkomen eigenlijk. Oh, ah, ja, saai, je wilt, uh, want het zit iets in zijn neus. Ik weet niet. Maar... <laughs> <laughs> het is, leuk, het ja, is, ja, maar, het het is niet zin in zijn neus. Sinusitis. Uh, ja, uh, het is een, de enige dokter voor sinusitis is op Mars. Uh, ja, daar het schijnt. Uh, heel goed voor de droge lucht. <laughs> ja, die he, lucht op Mars is echt goed ja, voor je. Prachtig. En dus, die komt aan de douane. En natuurlijk is wel een typische vraag. En hoe lang moet je op Mars zijn? Uh, two weeks, zegt die dikke vrouw. En dan zo, Ja, oké. Okay. En, uh, en heb je fruit mee of, uh, of andere dingen? Uh, want dat mag niet op de planeet natuurlijk. Uh, ja. En die zegt: Two weeks. En dan is uh, het: uh, Two weeks, two weeks. En dan ben je wat te flippen. En dan klapt die, 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 die dat hoofdje in een aantal segmenten open. Ja. En dan komt Arnold Schwarzenegger eruit. Qua special effect, mwah, prachtig. Goed, ja. Heel cool gedaan, heel goed. En, dat, en dan smijt hij die, die in de kop naar, naar die mensen die hem achtervolgen. En dan en zegt die dame, zegt hij in de kop van, You're in for a surprise. En dan, dan ploft dat Maar heel goed, man. Dus als die scène, de scène van 30 seconden of zo, ja, ja, ja. Dat wordt dan volledig uitgelegd in die special effects. Dus dan, prachtig. Echt waar. En dan is het ook nog deels uh, uh, practical, hè? Dat is ja, voila. Ja, ja, Daar we, we dus we dus komen we straks real, ook nog op terug. Practical effects vind ik eigenlijk sowieso cooler dan, dan die CGI. Die Denk blijven over. Ik... Kijk, slechte practical, slechte practical, effects zijn nog altijd leuk om dat te kijken. Ja, slechte CGI, wat. niet. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Dus, er nee. ja, was vandaag weer op Twitter een of andere discussie over oude Doctor Who. Ja, en die oude Doctor Who, dat is niet zo. Uh, dat ziet er heel crappy uit. En ja. weet je van wat? Maar dat je, daar, daar heb je bij je. Ik, misschien andere mensen wel, maar ik ben veel vergevelingsgezinder mm -hmm. naar slechte oude crappy special effects of decors of weet ik van wat. Dan als het digitaal uh, gedaan wordt. Om, dan... Omdat, het, wat aan mij stoort als CGI, nu pas op, het is een fantastisch ding, hè? Uh, want Jurassic Park was er nooit geweest zonder, ja, maar. Ja. Wat er heel vaak gedaan wordt bij CGI, is dat ze zodanig veel. Dan keer oh, en dit en dit en, ja. dit en dit en dit en dit. En het is zodanig overload dat ik afhaak. Ja. Dat ik echt denk: van... Eh. Er zijn andere films waarin dat, dat perfect gedaan is. Zoals bijvoorbeeld de, 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 de eerste Jurassic Parks En bijvoorbeeld de laatste Batman. Ja. Waanzinnig ja. goed. Ja. Maar dan wordt het gebruikt niet om uh, alles op te lossen, maar om dingen, om inderdaad ja, iets wat niet gaat. maar ja, saus. Uh, als het niet gaat, voeren, dan moet je waar, het hè? oplossen ja, op die manier, ja, ja. maar niet ermee uh, uh, starten. Hmm. Uh, uh, en heel vaak, ja, de veel, een goede special effects. Alleen, ja, zo die middenjaren negentig, zo die middenjaren negentig... Sorry. Nee, ja, dat is <laughs> een sound effectje. Een, een sound effectje. <laughs> Bad Bird zou het gedaan kunnen hebben. Het <laughs> ja. was trouwens juist. Bad Bird heeft inderdaad de... de, 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 van de, de van dankjewel aan de mensen van de redactie. Graag gedaan. Uh, dus Total Recall, uh, Paul, Paul Verhoeven, Hollands regisseur, heeft ook uh, 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 Robocop ja. en Starship Troopers gemaakt. Bartje ja, dus heeft... Troepers, uh, niet nie gezien. All right. Uh, ja, vind uh. ik zeer leuk, 97. Yeah. Uh, uh, dat is geen post-apolyptische uh, wereld. Maar dat is een soort uh, wereld die helemaal gemilitariseerd is. Dus een soort uh, uh, okay. uh, fascistische. Dus je zou kunnen zeggen ook uh, dystopische. Een wereld van ja. fascisten die plezant. dan uh, uh, allemaal nazi's die gaan vechten tegen, uh, tegen uh, insecten op een andere planeet. Ja. Uh, ik, heb, film. ik heb het voor het moment wel gezien. Alleen, ziet er cool uit. Dat is wel nog, kei, niet, kei goed. goed. Ja, okay. Maar goed, dus uh, Paul Verhoeven. Shout-out naar Paul Verhoeven. Dan... Maar geen, geen, geen postapocalyptische apocalyptische film. Maar Sorry. Ik, geen postapocalyptische. apocalyptische film. Geen probleem? Dat is niet erg. Het probleem is natuurlijk ook wel. Dat ik is ik wel echt 100%. Ik Kijk, ik ben een beetje de filmdurt, Maar ik heb ja, een heel beetje. Veel, ja. Heel veel gaten ook. Ik heb ja. uh, uh, letterlijk, dit is echt waar. Ik heb van de week mijn tweede Alain Delon film gezien. Goh, man, ik moet mijn eerste nog zien, denk ik. Nee. Uh, ik ben zeker van dat jij hier op de Belgische tv alleen de lonfonds gezien ja, heeft. Ja, mijn, mijn ouders me wel voilà. heel veel, vooral alleen maar Franse tv. Voila. Je, dus je hebt onze dat gewoon ja. Ik heb een of andere rare rampenfilm die heet Airport Concord. Dus dat is de vierde airportfilm. Dus, dat, ja? dus die eerste, ja, ik vind dat leuk. Typische dat rampenfilm uit ja. de jaren 80 jaren iets eerder. Ja. Maar uh, die is 79, wacht even. Maar goed, dus ja. Sorry. Hij is hoog. Hij is hoog. Oh, sorry. sorry. dat petse kreeg van, van, van een nerd. <laughs> omdat ik dingen niet weet. Ja, tien jaar mag je er wel na zitten. <laughs> tien jaar mag je er na zitten. Dus Alain Delon, die zit in een, 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 ja, een semi-half goede rappenfilm. Ja. En ik dacht, tja, dat is eigenlijk een hele mooie... Uh, charismatische man. Ja. En dat is alleen de lol. Ja. Ik zou misschien andere films van die man moeten zien. En dan heb ik uh, uh, iets met Melville. Een uh, flik. Maar dat zijn zo van die films. Ja, Voor veel mensen is dat gesneden koek. En iedereen kent mm. dat. Uh, samurai of we noemen die films allemaal. Ik heb dat allemaal niet gezien. Dus. Ik heb ook enorm veel gaten. Uh, uh, ik heb het uh, met Philip Joost over gehad. Ik ken niks van Italiaans cinema. Ik ken he van heel veel dingen heel weinig. Ja, maar, maar van, van. sci-fi en zeker post-apocalyptische sci is Daarom Echt Daarom Echt. was het. Je hebt het dus de vorige keer, toen ik, dat ik hier zat om de podcast, hebben ze achteraf gezegd van, ja, misschien doen we volgende, volgende keer dan zo, uh, je lijstje van, uh, van post-apocalyptische films. En ik dacht, ja, fuck you, huh, misschien. Want <laughs> <laughs> gisteren kreeg ik dat, dat SMS' gekregen. Dat ik denk al oh, niet ja, als je, maar, kijk, als jij uh, je uh, voorstelling Alain de Lol had genoemd. <laughs> dan had het u over de Alain van, de lol te hebben. Maar ja, nee, maar ja nee, jij doet nee. je voorstelling Apocalypse. de volgende show is uh, Moi et, Alain. <laughs> <laughs> Alain, et moi. Alain. Alain. Alain et moi. <laughs> en dan had ik gezegd: leg eens uit, want die kennen al iets anders. Ah, maar mais Alain et moi, oh, on est de, de gros amis. En we gaan natuurlijk al helemaal in het Frans doen ja. ja. om u plezier te doen. Op de vierde de, plaats ja, van de top rrrr, 5 10. is een film met Sylvester Stallone Oh yes. En die heet Judge Dredd. Oh yes, Judge Dredd. En dat is een post-apocalyptische film. Dat is een post-apocalyptische film, <laughs> ja, ja. dat weet ik. Absoluut. Ook gebaseerd op een heel goede, zeer lang lopende stripreeks. Ja. Uh, Comic-reeks. Ja. Uh, ja. ja, Britse, 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 Britse ja. stripsreeks. Um, uh, en een hele. Uh, uh, veel mensen. Uh, 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 het heeft heel veel. Roos en Contrast, waarom vind je dat zo'n leuke film? <laughs> omdat er een heel cool, Allee, een heel tof verhaal aan vast hangt. Uh, de film is van 94, dacht so ik. Zo ja. Uh, yeah. um, en uh, dat is het jaar dat ik geen tweede zit had op de En <laughs> Uh, daarom weet hij dat nog. Daarom weet ik dat nog. Uh, wat was het enige, ja. Uh, en, uh, de, uh, ja, we, de, allee, lang verhaal kort. Uh, het is september en heel veel van onze vrienden van de KSA, um, die moeten naar school. Um, ja. Of die vertrekken op reis. Roland en ik, mijn maat van toen in Zomergem. Um, wij hadden uh, ja, niks te doen. September, nee, ja. we waren ook ja, we hebben halve pubers nog, we waren totaal niet georganiseerd. En wat een de zaterdagavond hadden we beslist: Goh, volgende week maandag, het is 1 september, gaan wij gewoon naar Engeland. Oké, okay, dat is goed. We right. een ticket geboekt, de, 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 de boot hè, die je dan in Oostende pakt. En dan de, de vroegste boot gepakt, maar echt gewoon. Enkel en alleen om de mensen die dan op de, op de bus zaten, 1 september op weg naar school, te kunnen kloten, omdat wij er dan staan met onze rugzak en zij met hun boekentassen, en wij kunnen zeggen: van gaan we naar school, oh, we gaan naar Engeland. <laughs> <laughs> alleen daarom. Dus ja, we komen daarna in een stand hup de, 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 de boot naar Ramsgate, en dan zitten ze twee uur ja, ja. op die boot, dan moet die, die tijd een beetje doden, en er is weer een tax free shop. Uh, een fles, zoals de jeugd deed toen. Een fles Sangria gekocht. En een fles Safari. Ja. De twee on, meest onzijdbare dranken, zonder dat je er iets bij doet. Maar goed, dat was het <laughs> goedkoopste in de text-free shop. Dus dat, was, dat moest het dan dat wel het worden. Wel. Ja. En dan. Rondgestruimd op die boot en dan ineens gezien van fuck, er is die in cinema. En daar speelden ze Judge, Judge Dredd 1994. Jawel. En uh, dat was een toffe film. Uh, en we zijn je bent zat uit de cinema geklopt. <laughs> oh man dat is uh, ja maar allee, goed ik heb dan nog achteraf heb ik hem heb ik hem dan nog eens gezien ja, Dat is een coole film dat is tof dat, ja, dat is echt dus... ook een beetje een stripverhalenfilm nu uh, de puristen vinden dat niet zo goed omdat uh, het is niet omdat Sylvester Stallone dat speelt maar omdat hij zijn helm afzet Judge Dredd ja, 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 in de strips heeft ja, die, ja, hij ja, he, ja. Dan zegt dat is ellenlang ja. uh, uh, trouwens de Carlos Ascarra wiens naam ik niet zo goed kan uitspreken ja. een van de Oorspronkelijke tekenaar van, uh, van Just Red yeah. He heeft ooit op fax of op zo'n ja, op Facts... Yeah. Uh, was die. Heeft die voor mij een tekening gemaakt? Oh cool. En uh, echt daar ook echt even zijn tijd voor gepakt. Dat is niet zo'n klein oh, okay. maar echt... Een, cool. En die heeft. En, uh, een En Beetje lullig, maar uh, uh, echt een half jaar later was die overleden. Oh nee. dus, dus, dus dat was wel dat was wel, Oh, fuck, dat, heb ik nog, dat is wel cool om te. Ja, nice, en dat is ja. ja, dat is een ongelofelijke tekenaar. Die, 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 die strips zijn ook gaaf. Dus ja, daar kun je onmeindig veel strips verkopen. Nee, ja. Maar ja, die, zijn wel, wel, goed, nee. die zijn wel goed en die zijn ook maatschappelijk relevant. Want dat speelt zich zo zegt af in de megacity, in ja. een soort. Maar daar zit ook wel altijd wat maatschappijkritiek in. En ja, het gaat ook en, echt en, over. Ja, en ook het, 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 ja, het, het, het systeem van de judge. Misschien moeten we ja. dat uitleggen. Ja. Van, ja, ze, ze, ze zijn eigenlijk politie en rechter tegelijkertijd. Ja. Dus, dus zij beslissen eigenlijk op ter plekke, als iemand gearresteerd wordt, van oké, okay, en dit is uw straf. Ja, dus, dus, ja en, 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 omdat de er, straf dan ook uit. Ja, dus voilà, dus ja, 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 judge, ja. executioner en ja, uh, politieagent ja, tegelijk. Ja, ja, ja. Op een enorme motor en visueel ziet het er goed uit. Armand sound speelt zo gezegd zijn kloon. Wat een beetje lijkt niet helemaal, maar goed. Maar ik vind het ook echt een heel leuk film. Er zitten heel veel personages die in de strips ook zitten, zitten ook in. Het is een toffe film om naar te kijken. Hij is niet zo trouw aan de comics, maar ook weer wel, visueel wel. Ja, op, op zich triggert het mij dat wel om die, om die strips te checken. Ja. Heb ik dan ook gedaan. Maar als je dan ziet, wat voor een catalogus. Ja, dat is... oh Ik, nee, kan, dat je kunt... nee, ik nee, kan dat, dat niet. Nee, dat je is onmogelijk. Je kunt niet bij één beginnen en dan zie je... Maar er zijn wel een aantal... Uh, uh, ik kom er nou niet direct op, maar er zijn een aantal verhalen... Hm? waarvan je weet, dat zijn wel de... Hele, de, 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 de kernverhalen. De okay, ja. hey, kernverhalen. Ik bedoel, als, in principe kun je dat met Van Badman ook zeggen. Je kunt zeggen... Ja, maar waar de fuck moet je beginnen met Batman? Maar je kunt wel zeggen: ja. Killing Joke, Dark Knight Returns, Year One. Weet je wel, er zijn een aantal Batman-verhalen die je kunt aanraden. waar je de rest niet per se van moet, moet kennen. En dat is bij Judge Redd, heb je daar ook wel. Ja, maar dat vind ik wel wat irritant. Allee, zonder een, een te grote deep dive in de comic-wereld uh, ja. wereld te doen. Maar dat vind ik wel irritant aan. Wat jij nu zegt over Batman, ik weet dat niet. Dus je hebt ergens bij sommige dingen heb je echt gewoon een handleiding nodig. Ja. Zoals bij die Judge Dredd moeten zeggen: van ja, die en die en die heb je nu. Dus, dus ik ben nu een, 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 een reeks aan het lezen: Black Hammer. Ja. Um, puur alleen omdat ik voel dat ik uh, niet first to the party ben, maar wel. Uh, vroeg genoeg ja, ja, ja. Dat, is, dat is niet zo nou, dat is een reeks die wel al allee, een, een jaar of zes zeven getekend wordt ja. maar dat haalde gemakkelijk in ja, ja, ja. maar zo, ik heb, ja, ik heb zo Hellboy vind ik nog altijd fantastisch maar dan vooral de dingen die door Mike Mignola zelf ja. getekend worden. Ja, absoluut fantastisch maar op een bepaald moment waaiert Hans dat universum uit, wat dat cool is. Hé? Want ja. ah ja, fuck ja, oh ja en die, die uh, Ape Sapien hé, die krijgt dan een aparte reeks en dan dien en dien ja. en dien. Maar ineens krijgen ze. Al die vertakkingen, En ik ruik er mij weg in kwijt. En ik vind dat zo spijtig, maar ik ben echt afgehaakt op Hellboy puur daarom. Snap ik, ja. En ik, ik heb een zet... beetje chance, ik, ik heb ook maar ik heb bij Helboy een klein beetje kans gehad dat toen de allereerste Hellboy eerste issue uitkwam ik net in Antwerpen woonde was 92 denk ik, of 93 ja. en die heb ik toevallig gekocht okay, dus ik ja. was er van het begin bij maar ik ben dan ook nou, zoveel dingen ben ik ook afgevraagd. Dan was het voor mij ook wel, uh, wel ja, op. Maar dus... dat, dat dat PDB, DBB, ja, maar ze dan dat PDBDBBD-ding? Ja, ja, Dat PDBDBDBD? die vier letters. Ja, maar uh, dat is een reeks van... Ik heb dat zien <laughs> <dat> staan, <laughs> ja, ja, ik ben in, in Londen geweest, ik heb dat gezien in, in, in de Forbidden, Forbidden Planet. Stel dat, dat, zijn, dat zijn tien omnibussen, maar dan denk ik, Goede fuck man, dan kreeg, ja. kreeg ik niet meer mijn verlies. Nee, nee, nee. En nu maar kan ook we... daar kun je ja. volgens mij wel, niet alle verhalen zijn even goed, maar ik denk wel bij de juiste comicboek, ik weet dat Jens van de Weken Strip, maar ik ga ervan uit dat In World's en ook wel zo iemand is, ik ja, ja, ken die ja, mensen ja. niet met naam. Als je vraagt van, oké, okay, goed, ik ken er geen hol van, wat is het, wat, welke drie... Uh, uh, verhalen moet ik lezen van Batman, nee, Spider-Man, ja, 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 ja. Hellboy ja, ja. of ja. even wat. En uh, van Judge Red kun je dat ook zeggen. Dus, dus, okay, dus ja. iets met uh, uh, Scorched Earth, uh, uh, Judge Death. Iets, uh. Er zijn een aantal verhaaltjes die ze ook apart hebben uitgegeven van, niet in van die verzamelboxen, maar apart okay. zijn van dit, deze is gewoon goed, dat is gewoon goed. Okay. Judge Anderson, whatever. Ja. Okay, ik, ik weet het een beetje, maar niet, ook niet goed genoeg. Nu. Maar, wacht, als ik nog ja? één ding mag zeggen? Nee, Black Hammer. Echt voor. Ah Ja. Heb nog niks van gelezen. Oh, man. Ja. ja echt. Waar ja, ja, gaat het over? Ja, mag maar, 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 maar niet te veel sporen. Het is wel een soort van superhero verhaal. Maar dan ja, op een moderne manier. Zo, vooral de, de psychologie van, van de, de, de superhelden en. Ja, ik mag er niet te veel over sporen. Maar de eerste reeks is echt gewoon super cool. Want, ah, nee, dat ga ik wel checken. Het zijn zijn vijf of. Er zijn vijf of zes superhelden die ah, ja. eigenlijk ergens uh, samen op een boerderij wonen, okay. en ze doen niks superheldenachtig niet meer. Ze zijn op rust. Ja, ja, meer mag ik niet zeggen. Oké. Okay, okay. Maar het is, is supercool hoe dat, hoe dat, dat verhaal openvouwt En zo holy fuck, fuck that, fuck het eerste reeks is echt, echt zo, wow. Ja, echt zeer, zeer, zeer cool. En dan krijg je natuurlijk, ja, dan, dan krijg je de reeks twee vind ik wat, wat minder. Want ja. ik zit nu ja, in de spin-offs en zo. Ah, toch wel, en, ja. En, The origin stories en 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 de het een is al wat beter dan het andere, maar het is behapbaar ik uh, alleen ik, ik vind er mijn weg in um, Alright. Uh, Dat is echt cool ik vind het echt, het zal ik uh, zal het in de week niet dus op de was het de vierde plaats judge dread nu dit is zeer grappig wat jij ja. net verteld over uh, judge dread in de in de Terminator 2 op de derde plaats ja heb ik voor de eerste keer gezien Volgens mij diezelfde boot. Nee, Dat is echt fucking oh, zalig. waar. Okay, Dat is zo waar. Echt fucking waar. Oh, we 19... zijn geconnecteerd door de boot, 91 hè? of Maritim. 92 heb ik die uh, uh, ben ik ook naar Londen gegaan. Ja. Met met... Ah, nee, ja, 19... ja, 1991 ben ik naar Redding Festival geweest. En op die boot heb ik samen met Erik de Vries... Wij gingen naar een Festival, festival. Nou, trouwens ook naar Sisters of Mercy die speelde. En <laughs> ik ook Wauw, het komt allemaal, het, het komt allemaal samen. Zei, It's wij, meant to be. En ik zal het van mijn leven niet vergeten. <laughs> want we hebben daar die, uh, die, dus ook in die cinema gezeten. Dat was een klein cinemaatje. Mm -hmm. En daar vertoonden ze dat dan. En bij ons kwam er een uh, truckchauffeur uh, binnen. Die ging helemaal vooraan zo op de grond tegen zijn opengeklapte stoel zitten. En die was ook zat. En die was er zowat doorheen aan het roepen. En dat is de eerste keer dat ik Terminator 2 gezien heb, In die, op diezelfde boot. Ja, waarschijnlijk, ja. Op diezelfde boot. schitterend. Dus ik, ik hoor ja. jou een verhaal vertellen en ik... Ja, maar ik heb er ook bij de film als Ik dat is de volgende. Ja, het lijkt allemaal ja. zo mooi voor me. Dit had een TV-programma moeten zijn. Een tv had een TV-programma moeten zijn. toch. Maar goed, dus op de derde plaats staat een film die ik in de overzetboot gezien heb: Terminator 2, yes. Judgment 2. Nee, ja. dat was een post-apolitische film. Ja, en ook, het moesten twee zijn. Want ik vind de twee beter dan de eerste. Oké. Okay. Ja, omdat de eerste is cooler. Uh, ja, een, een zeer goede film. Zeer leuke film maar de tweede is, ja, is is gewoon cooler omdat je, je, je er wordt van alles op een hoop gesmeten. En ineens is ineens is is, is, is dan de goeie. eigenlijk en je hebt dan die, die, die zoon die een ja. uh, en dan die, die, die vloeibaar kan worden ja. wat daar qua CGI fantastisch was. zeer goed dat was vol, volgens mij is dat Jessica. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Well, ik is heb onlangs, Hans, uh, de, de Disney Plus-serie over uh, uh, ILM uh, ja. gekeken, ge, ge Industry, Lights and Magic. Magic ja. Ja. Heel toffe uh, tof, uh, uh, docu-reeks. Over, ja, eigenlijk gewoon het uh, George Lucas, ja. zijn, uh, zijn, zijn effectenstudio. Ja. En ook gewoon een, een heel schoon verhaal, vind ik. Uh, want daar doen ze echt een overgang van practical naar digital. ja, ja. Uh, en die hebben dus uh, T2 gedaan, Terminator ja. 2, en dan... Uh, Eerst The uh, met, met James Cameron. Ja, juist, dat was de eerste. Dat, uh, uh, ja, dat is een beetje een water, water wat uh, ze doen. En dan ja. is dit het uh, volgende, en dan is het daarop volgende. Ja. Uh, een een, grap, een ander grappig verhaal, of ja, minder grappig verhaal, dan uh, nou ben ik die gastennaam kwijt. Maar je hebt uh, oh ja, Phil Tippett. Phil Tippett is een uh, uh, gast An anim die, die animaties die maakt, man. Ani ja. Live action animation. Die, die, doet die maakt een stop-motion. Ja. Stop-motion. En, en die had een stuk van Jurassic Park al stop-motion gemaakt. En dan kwamen die computer nerds af. En, en die, die zeiden de, van: Kijk eens hier. We naar de vuilbak. Ja, ja. En die is in de depressie geraakt. En die, is daarna, die heeft bijvoorbeeld nog wel op andere. Die heeft wel nog meegewerkt. En die heeft ook als Star Trek ook nog meegewerkt. Niet meer als. Maar meer, uh, om, om, supervisor dan? Ja, supervisor ik en bewegingen. En omdat hij toch wel die dingen. En die heeft in, uh, uh, op 20 jaar tijd, of op 30 jaar tijd. Heeft hij een stop-motion uh, 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 animatiefilm gemaakt. En die heet Mad God. Ja? En dat is een van de meest trippische dingen die je ooit van je leven. Ziet. Dat, dat is ook een uh, uh, monsters, een gast die onderweg is naar ergens. Dat is ook brokken en stukken gemaakt. Dan is een paar jaar niet. En dan mm -hmm. is het daar. En, en die heeft dat geassembleerd En dat is. Dat is. Ja, dat is een meesterwerk. Mad God, van veel God. tippet. Ah, okay. maar, maar dat is ook post. Politicius moest. Ja, okay, maar maar wel, goed, 2. Ja, dat is een meesterwerk. Ja, maar, jij vindt ja, ja, ja. De de, maar ik vind de 1 ook heel goed. Ik vind ze allebei heel goed. Ja, nee, absoluut. Het kraakt niet af. Ik ga de eerste niet afkraken, maar ik vind de tweede gewoon veel cooler omwille van de ja. dingen die ik net zei. Gewoon ja. omdat, omdat ze... Ik denk dat dat voor mij wel een van de eerste sequels was waarvan ik dacht... Wauw, oké, okay, het kan beter dan Police ja. Academy 6. Dus... <laughs> dat was echt, dat was echt goed en, en omdat je, alleen omdat ja, zeker vroeger ze ja, sequels hadden oh, dat is altijd zo'n een klein beetje een herkauwen van ja ja ja. Maar bij dat was echt gewoon een meerwaarde nee, gewoon nee. Want je ook de eerste film en dan de eerste keer dat hij in Terminator komt denk ik, oh, oh, maar wat oh, is een good guy of ja, ja, ja. heel goed ja, absoluut ja, echt heel straf en, en heel heel goede. Combinatie van CGI en, en Practical. Ja, uh, absoluut. Uh, 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 de gast die uh, de slechter de slechterik speelt, de T1000, de, de vloeibare robot. Uh -huh. Dat is een, een man die heet uh, Robert Patrick. En uh -huh. die was op Comic-Con. Uh, en die uh, heeft voor jou een tekening gemaakt en de ja. rest is doodgegaan. Ja. Oh, wow. Nee, die is <laughs> nog niet <dood>. uit <laughs> Maar die, die, daar heb ik wel een foto mee en, en een handtekening van en weet ja. je wat. En eigenlijk ging ik samen met Vincent Voeten. Ja. Vincent Voeten is een enorme Terminator 2-fan. Uh, ja, okay. En ik had, we hadden die een foto-opportunity uh, een met die man uh, cadeau gedaan. Maar hij kon niet, oh, want man. hij moest optreden die dag en hij kon niet. Uh, dan zijn we maar uit. zelf mee hem op de foto gegaan. En, ja, ja, nee, maar ik had voor mezelf ook... Twee keer dan? Ja, ja okay. ik ben dat twee keer gegaan. <laughs> nee, dus... En, en ja, dat is wel... Het enige jammer is dat die man... Uh, nu, die speelt nu ook in de... Um, in uh, hoe heet het, Reacher zeker. Uh, uh, die die Amazon-race Reacher speelt hij ook. En die, die, die doet nog wel. In uh, uh, Peacemaker heeft hij ook een rolletje. Uh, speelt hij ja. de vader uh, ook. Dus die doet nog veel dingen. Maar is, die is wel vooral bekend. Of ja, die heeft heel veel films gedaan. Maar die, die is die, die, die vloeibare robot. Het ja. goede is natuurlijk ook... Da, da, en dan wouden ze eigenlijk die eerste uh, uh, Terminator al doen. Maar het feit dat de, dat de slechterik een eel mannetje is... En de goede Rick eigenlijk, de bodybuilder, ja, ja. die dynamiek is wel ook heel erg dat is leuk. Super cool, ja. Daar denk je van, ja, die slaagt hij toch zo af? Mm. Ah nee, toch niet? Nee. Ja, ja. Ah, nee. ja, En als die er zo achteraan blijft lopen en je voelt, ja, die stopt die. Ja. Die is niet te stoppen. Waanzinnig, echt wel super spannend, super goed. Gedaan. En de duim, de duim aan het einde. Ja. De duim aan het einde is fantastisch. Ja, dat is, nee, ja. Turbulences 2 is het meeste werk. Oh, ik moet die terugzien. Ja. ja. En Terminator 1 is van 1984. En ik ga met Sven de Ridder een podcast opnemen over films uit 1984. Dus de 1 gaat ook nog aan bod komen. Oké, cool. Sven is de 80s nerd. Dan komen we op de tweede plaats in onze top 5. En dat vind ik een leuke, omdat dat is... Die ligt niet voor de hand. En dat is The Hunger Games. Yes, ja. Dus, voilà, hier is hem. Omwille van... Uh, Jennifer, Jennifer, so, wow. Jennifer Lawrence. Ah, kijk. <laughs> so, precies over mijn gezicht. Uh, Jennifer Lawrence. Oh, top, top, top. Een ongelooflijk grappige vrouw. En ook ja. een goede actrice. Die in de film, die film nee, in is niet film niet, en de film niet. Maar in, 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 in en echte... interviews ja. en... Oh jongen, I love her. Echt Als jij bezalig. in dat Hollywood systeem zit... En zo authentiek jezelf. En nog altijd, die is een beetje starstruck met momenten. Ja, die ja, die ja. is nog altijd uh, gewoon heel uh, opbeholpen onbe en struikelt. En hmm. Wat een gave vrouw ja, is generaal. dat. Ja, ja, Absoluut. Ja, ja. En hoever dat een rolletje is of niet, I don't give a shit. Ze dus duurt zeer goed. Hey, het als dat onnummer. ook een rolletje is, dan is het echt een topartiest. Nee, 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 ja, want nee, nee, dat nee, nee. lijkt alsof ze het, alsof het echt. Uh, Alsof het echt is. Het, maar... het, het, het stuk met. Het is echt ergens dat ze geïnterviewd wordt en dat Jack Nicholson ja. achter haar. Yeah. Fuck, dat is Jack Nicholson! Gone! <laughs> en dan zo... Hey, yeah, yeah, fuck! Ja. Maar het is zo goed. Ja. Is zo goed ja, die is gewoon, ja, die is oprecht. Die is echt gaaf. Maar de, de Hunger Games als film? Ja, maar cool hè? Ja. Dus, we, we zitten nu zo uh, um... Een tijd, Mira is 14, ons dochter. Ja, we kunnen nu dat soort films meer bekijken. Ja, dat dacht ik al. Alle Alien-films staan ook klaar om ze in volgorde te bekijken. Want ik probeer ze wel op te voeden, natuurlijk. Fokken, mooi. zo, ik ben trots. En dan ja, Hunger Games was wel een van de eerste spannende films die we samen gezien hebben. En wel ook, ik bedoel, er zitten een paar heftiger. De ja, ja, ja. wordt niet gespaard. Het is, het, het is wel, het is wel uh, redelijk intens. Ja. Ja, het ja. gaat over mensen die elkaar moeten doodmaken. Ja, tjai, what ja. the fuck. Ja. Dus, uh, nee, maar ik, vond, ik, uh, ik heb hem vandaag teruggezien. Omdat, ja, de andere films die ken ik ongeveer van buiten. Ik, maar deze ja. had ik denk ik één, één keer gezien. Ja. Misschien twee keer, maar dit was... Al... Ja, dat is gewoon een keihard goede film En wie rewatch ook, ja, is dat wel, is echt ja, keihard goed. Ja. Ja. ja, ik vind het ook, ja. Um, Zij uh, is goed, het alle, alle bijpersonaal is goed. Woody Ernst is goed. Ja, fuck ja. Lady Kravitz. Ik was Lady Kravitz vergeten. Ja, Lady Kravitz is de de, 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 ja. mode, uh, de fashion designer. <laughs> Just, <laughs> uh, 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 Donald Sutherland is de, de baas van, uh, van de wereld. Nou. Uh, ja die geloof je ook. weet je dat is ook zo dat, dan hebben we zo Donald Sutherland met een baard en dan denk je ja tuurlijk ben jij de baard mm, ja, ja, logisch ja, ja. maar het is ja het is, is supergoed gedaan en ook ja de, de, het is een hele reeks hè. je hebt zo'n de twee binnenkort komt uh, de laatste uit denk ik ja nee, er, er is nu een soort prequel, ah, ja, okay, zo prequel zo wel. Goed, uit of ja prequel maar goed ik heb even al gezegd dat ze er naartoe wil ja um, maar uh, ja natuurlijk want de laatste het, is, het ja. verhaal is afgerond maar, maar het, het aardige van deze film is ook wel dat je die uh, het, het zegt niet direct... Het eindigt ook. Het, is ja. niet, het, het heeft geen open einde. Ja. Dus het, kan ver, het verhaal kan verder, maar het hoeft niet. Nee. En dat is ook het goede aan deze film. Ja. Die, die film staat op zich. Of die andere films allemaal zo goed zijn. Ja. Dit is een heel ja. heldere verhaal. Hè. Het is namelijk wijsje uit een arme, arme wijk. Mm -hmm. uh, offert zichzelf op, omdat anders haar, uh, uh, haar zusje. Zus, zusje moet uh, worden. Uh, en ze gaat uh, vechten. Maar ze kan ze toevallig wel goed jagen. Ja. En, en ze moet uh, de 24 mensen, één mag overleven. Nou, het is mooi, oh. en is mooie. En ze is niet lelijk, nee. <laughs> en en dan er zitten ook wel allerhande dingen doen, en die, die gastarts erbij is. En dan dat. Het is natuurlijk, ik, heb je ooit Battle Royale uh, gezien? Uh, nee. Het mm, nee. is een Japanse film, en die heeft een redelijk origineel uh, gegeven: namelijk uh, hoop, uh, schoolkinderen zitten op een eiland en moeten elkaar kapotmaken. Lord of the Flies, dacht dan. Nee, het is ook echt een tv-programma. Ah ja, oké. Okay. Ja. Oh, ja, ja, maar ja. meer uh, nu en veel grittier en Japans en raar. En, uh, en, okay. Maar uh, Takeshi Kitano is de leraar die uh, als eerste zo. Uh, dat is zo, het eerste, show, het eerste. Ze zitten in de klas en hij legt uit wat er gaat gebeuren. En dan gooit hij zo een mes door iemand zijn kop. En dan denk je, oké. Okay, en dan wordt all, <laughs> all bets are off. Weet okay. je wel? Zo. Ja. En dat is een hele heftige film. En dit is natuurlijk, dit voelt als een soort Hollywood-versie ja, ja, daarvan. Ja, ja. Maar het is nog altijd goed gedaan. Het is, het, is, het is heel cool, en, en uh, wat, ik, wat, ik, uh, wat heel vaak voorkomt in van die dystopische dingen, is zo aan de upper class, lower class, en ja. dan is aan de lower class, daar zitten de heroes natuurlijk, ja. hè, en, en, en die, die nemen het dan op tegen de, de, de vatsige, decadente, uh, rijkere dingen. Het deed me heel hard denken, en dat was ook een klein beetje een, een trigger voor andere dingen. Um, ik weet niet of dat je de, uh, de boek die uh, Incall van uh, Mubius ja. En ja, Rodderdodos. Ja, Jodorowski. Ja. ja. ja uh, daar zat dat ook in. De, en en, ja. en uh, dat heeft mij dan natuurlijk weer op een associatieve trigger gezet. Want uh, bijvoorbeeld de Fifth Element ja. heeft dat ook. Fifth Element is zelfs beschuldigd van dingen te stelen uit die in-call. Oh, sowieso, en, het, 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 het begin zeker dat ja, vallen, het van de vallen en, en dingen. Maar, heeft, maar ja, Mobius heeft ook wel uh, de, de, de dingen getekend voor uh, de, de production design meegedaan. Ja, gedaan. natuurlijk. Ja, dus, uh, en Jodorowsky heeft natuurlijk de in gemaakt omdat hij Dune uh, niet kon, mocht, kon maken. Ah. Er, er is okay. een ongelooflijke documentaire die je 100% moet kijken. Ja. Dat, dat ga je fantastisch vinden is Joe Dorofsky's Dune. Yeah. Dus die ging eind jaren 70, begin jaren 80... ging die een uh, film maken, Dune, uh, de, de, het boek Dune. Uh, yeah. Uiteindelijk is dat dan uh, uh, David Lynch geworden, whatever. Yeah. Uh, die, die wou, uh, uh, hoe heet hem, uh, Mick Jagger wou die casten. Hij had, uh, Just, had allerlei that's... mensen gecast. muziek ging van Pink Floyd. Had iedereen, stond op, uh, hij heeft zo'n boek gemaakt waar een soort... Dat heeft nooit uitgebracht. Ik denk, een soort Bijbel gemaakt. Maar de, dus dat is letterlijk uh, 40, uh, ruim 40 jaar geleden, 45 jaar geleden. En die spreekt daar in die documentaire nog altijd met zoveel passie over. Hele hele leuke film ah, te kijken. Okay. En daaruit, omdat hij dat dan niet gemaakt, heeft hij met Möbius dan de inkal gemaakt. Ah, Oké, okay, cool. Dus... Ja, een heel, heel toffe boek. Echt, ja, 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 dat de, is een... echt... En ook funny. Ja. Dat is ook funny. Ja, ja en ook ja, meubies. Oh, ja, die ja, zijn waanzin. waanzin. Maar, uh, maar dus, dus de, de, de protserigheid en de, 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 ja. de, de decadentie en, en het, het lichaam verheerlijken en dit en dat dat zit, dat, dat zit daar ook in. En dat zit ook in de Hunger Games, die, 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 die rare kapsels ja. en die... die te, te overdreven, protserige, Ja, ja ze hebben geen eten en ze komen op die trein en ineens is er eten in overvloed. Oh, ah, ja, het, is echt wel, het gaat echt wel inderdaad over die klassenstrijd. En op een gegeven moment zit er ook... Een, een heel leuk personage is de tv-maker, Stanley Tucci is dat er, ja. volgens mij. Die heeft ook zo'n te groot gebit. Zo'n paars-blauw haard. Ja, raar een ook baard. rare ja. baard. Met motiefjes in en zo. En die... Ja. Uh, en, en op een gegeven moment, uh, nee, zegt Donald Sutherland zegt tegen die andere gast: zegt inderdaad van. Uh, ja, ja, we moeten ze hoop geven, maar ze mogen niet winnen. Ja. Want dan krijgen ze te veel Dus het, het, ook, het gaat ook over om die mensen de, de, neer te halen. Ja, onder de knoet, Ja, hè? ja. In, 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 Inderdaad, in een post-eigenpolitiek. Maar dat voel je soms nu ook. Dat brood te spelen. Uh, hier is internet, hier is Facebook, hier is TV, hier is ja. de Maaskizinger, hier is. Ja, 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 ja. En, 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 en dan heb je inderdaad, dan uh, vind je iets erg op het internet. Dan zeg je op Instagram: zeggen. Oh, dat, uh, dat hele Gaza. En voor de rest doe je toch geen klote, dus ja. maakt toch niet uit. Ja. Ja, Oké, okay, al dat ding van Gaza. Uiteindelijk. Ja, ik vind ook wel. Mocht ze niet een feestje verpesten. omdat er dan zo een aantal mensen. gewoon, ja, wat worden, vind ik. Allee, we ja. hebben dus zo'n mooi feest. Dat we dan eindelijk, eindelijk hoofdstad van Europa zijn en, zo, ja, één jaar en dan en dan, en dan Terwijl, we komen, en komen ik ze van, zeggen van ja, ga zo, ja nee, eindelijk is ons nog, feestje nee. Eindelijk nog eens iemand die fucking met een vlag zwaait en ja, ja, dat die ja, nog ja, iets absoluut. fysiek onderneemt. Ja, ja. Maar, ik ben ook alleen maar de gast die op het internet zegt, ja het is godverdomme erg, maar ik doe niks, ik stort geen geld, ik doe geen kloten Daar zijn tenminste mensen die nog iets ondernemen. Jong, echt waar, ik ben een grote fan geworden van Laura Tessouro, hoe simpel waar ik daarom. Ja, snap ik. Supercool dat ze dat gedaan heeft, klaar. Ja. Nou, nu moeten ze nog het eerste leuk liedje beginnen ja, ja, zingen. Oe, en dan moet je cd's een, een cd maar ben wel van. Tussen <laughs> deze waar, uh, waar ga je de CD's komen van Lara? Dat is een goede vraag. Maar goed, ja, uh, dat, dat doe ik ja. En de kringwinkel. In de kringwinkel. Nee, uh, Hunger Games, goede plot. Heftige film, straffe ding. En inderdaad. Ik snap dat dat een film is die jij met je, met je publieke dochter gaat, gaat kijken. Ja, ja, absoluut ja. En, en, en dat, is, dat is een, een tof, toffe reeks om uit te kijken. En ook, het gaat over een vrouw: het heeft een vrouwelijk hoofdpersonage. Zonder dat dat. Zonder dat, dat... Kijk eens, wat ben ik toch een vrouw. Weet je wel, zonder dat dat uh, de, erin wordt gewreven. Dat is gewoon zo. Ja. Maar ze is wel nog altijd een vrouw. Um, want, want wat hij heel vaak krijgt, is dat ze zo, ja, dat is een, een, een vrouwelijke hoofdrol. Maar dan krijgt hij wel een enorme hoop mannelijke trekken. Ja, nee, dat is waar. En, maar haar niet. en zo, nee. Dus, nee, het is, dus blijft wel in haar vrouwelijkheid. Het is wel een meisje, en, ja. Ja, ja. echt nee, ja, 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 wel. Het een, nice gedaan, ja. En Jeremy ja, ja. Lawrence... Uh, geen verkeerd woord over. Oh, uh, uh, ik heb, uh, er zijn wel films die ik nog niet gezien heb, omdat ik daar een beetje schrik van heb. zo Mother is zo'n film waar ze ook in speelt. Maar dan denk ik van ja. Ik ga toch kijken, want ik vind haar echt uh, superleuk. Goed. Hoe lang zijn we Volgens mij zijn we al lang bezig. Zeer lang. Wacht, maakt niet uit. alle mensen zijn al afgehaakt. Dat is die echt. <laughs> Dat is die echt. Deze het is voor het jou, is Kevin. Mijn feestje. Het is voor jou, Kevin. <laughs> Kevin? <laughs> Dat is de enige luisteraar oh ja, die, die, een... die luisteraar. Hey. hey, Kevin. Of Brecht. Brecht is waarschijnlijk echt iemand die wat Brecht, ja. Hey. hey, Kevin, hoe gaat het toch met jou? De nummer heb, één. Je, heb je je broek nog aan, Kevin? Goed, sorry. Ja, ja. ja, ja. nummer één. Nummer Drrrrrrr. één. De Matrix. De Matrix De Matrix is. Uh, ja, ik, daar is geen spel tussen te krijgen. Ja, er is discussie over. Bij, ah. ons, bij ons thuis wel. Kijk, vertel. Ja, uh, uh, goed, ja, dus vrijdag of zaterdag. Als ik thuis ben, dan is bij ons thuis filmavond. Op andere avonden ook, maar dan doe ik niet mee. Want <laughs> <laughs> dan ben ik gaan, gaan optreden. Maar als ik dan, 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 dan kiezen we samen een film. En dan ga ik wel graag voor de classics enzo. En, en ja. dus, uh, vorige week was het The Matrix. Oké. Okay. Ja. Uh, mijn vrouw vindt dat een waanzinnige kutfilm. Wat? <laughs> ja. Houdt hij die ja. van het genre? Ja, jawel. Dat ah. is het hem juist. Oh. Ze vindt dat gewoon een slechte film. Oei. Ik snap het ook niet. Dat is reden voor scheiding. Je hebt nog. Ja. <laughs> Nee, 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 Ilse, I love you. Kijk, en, en nu, Ze luistert niet. Oh. Uh, maar nee, nee uh, Spider-Man, uh, Iron Man, al die dingen, uh, graag. Ze vindt dat fantastisch. Uh, oh, ja, 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 ja dus dat is ze wel cool. Maar de Matrix, ja, vind ik het verhaal niet geloofwaardig. Dan denk ik, ja, maar ja, ja, nee, ze is niet. En ook degene Keanu Reeves van. Ik kan ook wel... Ah, ja. En ik snap het ook wel. Keanu ja. Reeves... Hij heeft niet echt een breed acteerd palet. Uh, nee, maar hij kan het kleine palet wat hij <laughs> heeft... Wel, tot het uiterste. Dat is zwaar. Ik ben groot zwaar, van zwaar. van die John Wick films. Ik vind uh, Keanu ja, Reeves... Ja, ja, oh, hey, ja, ja. Als het ja. gaat over een van de aardigste mensen op de planeet... Ja, ja, ja. Goed, oké. Okay, dat is het wel... Ja, ja, die ja, gast is van. ook... Als je, die, gaat zo, die staat zo recht in de tram voor mensen. En shit, daar kun je ook ja. van dat soort films... Dat is ook niet zitten die gast. Ja, ik weet Al veel dingen zien hoe het passeert. Ja. Maar de, los, los van... Los van ja, de, los de, de, de recensie die mijn vrouw uh, heel kort gemom, gemompeld heeft en dan in slaap gevallen is. Uh, ik vind het fantastisch. Ja, de, ook weer een uh, heel goede combinatie van practical, maar ook waanzinnig goede uh, digital uh, ja. Ja, ja, ja. Uh, special effects. Een van de allereerste keren waarbij dat je. Um, zo die 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 swoosh camera ja. heb, dus dat, dat, dat uh, eigenlijk de acteur stilstaat, maar dat het, het beeld eigenlijk denk en ook fysiek eet... gedaan ja. met allemaal foto's te stellen. Ja, ja, wel ja. de eerste film dat dat crouching crouching tiger hidden dragon van dezelfde tijd geloof ik. Ja dan, ja ja. Ja, dingen, ben ik ook veel nee, meer. Joh, op 100%. Uh, en dus en dus daar eigenlijk de mosterd haalt en dat was maar ja dat was waanzin dus ja. een zo dat dat, 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 dat in een, in een andere dimensie in, in camera gebruik dat was heel ja. cool gedaan absoluut uh, en ja oké okay, ja cool verhaal Ook heel toffe dingen dat dat ding dat dan in zijn oor zit als dan door zijn navel eruit moeten trekken eh. ja uh, red pill red pill de. Alles, ja. heel veel mensen zeggen dat we in de matrix leven heel veel mensen denken dat we mm. nu in de matrix zitten mm. dat we inderdaad uh, in een soort uh, computerprogramma uh, uh, zitten dus het heeft het heeft, uh, uh, is veel, uh, veel uh, ik denk 99 denk je dat die film is ja. uh, uh, we zijn 25 jaar verder en mensen denken nog altijd dat we in een soort computer. En, en, en de realiteit dat het zo is, komt er volgens mij veel dichterbij. Als je ziet wat met AI en alles mogelijk is. is ja. de, en, en hoe computerspelletjes eruit zien tegenwoordig. Is de kans dat wij in een computerspelletje zitten en groter en groter aan het worden? Oh, ja, weet je, het, 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 ik denk dat voor sommige mensen gewoon een geruststeld gevoel is. van te denken: van, we zitten maar in een computerspelletje. Ja. Ja, dus. Zoals, zoals uh, 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 Joey Pence, uh, die, 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 die steek zit te vreten en zegt: Ik wil het allemaal niet ja, meer doen. Ja, ja, ja. Ignorance is. Ja, natuurlijk. En wat ook heel cool is, vind ik dat dat erin zit. Ja. Omdat voor heel veel mensen dat ook is van, oh fuck, die ja, ja. ja We zijn, let, let we zijn die Nio, gewoon... we, we zijn ook soms gewoon die gast die een steek wil vreten. ja, voilà. Ja, ik wil het allemaal niet weten, ik ga even mijn ogen dicht doen. Ja, ik even vind even... Carrie Anne Moss, die film even de mooiste vrouw aller tijden, dus de, de, de ja. vrouwelijke hoofdrol. Ja. 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 Uh, uh, ja. Ook weer, zat ik net te denken, uh, Hugo Weaving speelt Mr. Smith. En dat is ook, ja. dat is de, de slechterik, mm. ook een soort iel-mannetje-slechterik. Ja. Net ja. 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 zoals bij Turbulent Ja, Eigenlijk 2. wel, ja. Absoluut. Ja, ja, absoluut. <laughs> ja. ja ook in waarvan dat je denkt, hey, wat, geblaasd hier onver. ja dat blijkt van niet. Ja. Maar ja, echt cool, ja, cool. En, en onlangs teruggezien, en dan... <laughs> ik dacht ook van, ja, goh, weet je, de, zal het een tijd... De tand destijds weer staan, of doorstaan. Eigenlijk wel, ja. ja Ik ja, vond het ja, ja. Een, heel, een heel coole film. Ja, en dan heb je twee en drie en dat is niet zo goed. En dan die vier is helemaal uh, verschrikkelijk. Mm. Dus, die, de, dus die... Het is wel dat, die, dat daar de sequels en, en, en zo... De, de, die oorspronkelijke film een beetje besmoed, bes, besmoedeld hebben. Of be, be, hoe zeg je dat? dat? Dus wat die eerste film is gewoon echt heel goed. Gewoon ja. echt een goed op zichzelf aan de film. En eigenlijk mocht dat daar gestopt zijn ook. Keihard, Eerlijk. tuurlijk. Ja. Maar ja zo werkt Hollywood niet hè? als iets succesvol is dan komt nu ook een Barbie 2 en een Oppenheimer 2. Wat is Oppenheimer 2 van een biopic, gaan oh, nee, een sequel maken. Ja, maar die man is is dat is zijn leven. zijn nou, we een extra leven, nee, nee, nee. We maken nog een extra leven. Oppenheimer, uh, M M Oppenheimer die, uh, die was ook uh, heel uh, gedreven met, uh, met poppen. Met ja. uh, een poppenkast. Ik, ik dacht met moppen. Uh, uh, poppen, poppen, Moppenheimer en poppenheimer. We hebben al de twee oh. en de drie. Hou <laughs> <laughs> je <hier>, koppenheimer. <laughs> Nee, ja, goed, maar de, mm. nee, de Matrix is wel eh, inderdaad... De, 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 laatst, de laatste van, van de riks is uh, Stoppenheimer. Stoppenheimer? <laughs> Stoppenheimer. Stoppen. Goed, sorry. Uh, nee, uh, Matrix is een goede film. Uh, het enige is, en dat weet jij misschien beter... Is het menselijk lichaam uh, heel uh, bruikbaar als batterij? Dat is de vraag. Een <laughs> uh. Dat is het enige uh, foutje in, de, in, de, in, de, in het idee, denk ik. Ik weet niet of het menselijk lichaam zo'n goede batterij is. Ach, ik weet dat ook niet. Ik zet niet. Want daar gaat het eigenlijk over. Dat is eigenlijk, we worden gebruikt ja, ja. Door, door de machines als batterij. Maar dat is een beetje de vraag. Het is een supergoed idee. En visueel ziet het er ongelooflijk uit. Dat is het. Ja, super cool. Uh, maar of het, of het een praktisch nut heeft. Uh, of dat nu moet, weet ik ook niet. Maar dat is het de enige, de enige waar we ons kunnen. Ja, maar tussen. Batterijen was natuurlijk niet echt. He. Ze gebruiken het als, als, als bron van warmte en. Ja, dus misschien is de batterij iets te kort door de bocht. Ja, misschien is het een soort warmtepomp. Dat is een warmtepomp. Dat is een warmtepomp. Voilà. Ja? Ik denk dat we moeten uh, gaan. Moeten stoppen we als ik ga stoppen al stoppen? Al. Als. Ik ga eens kijken we willen. Ik, ik denk dat we, al we al al anderhalf uur bezig zijn. Ofzo. Ja, toch wel, denk ik. Ja. Kan niet zien. we zijn nog niet begonnen aan de strips. <laughs> zijn er pastagepolitische strips? Ja, behalve dan Judge Dredd. Zijn er pastagepolitische strips waar je. Uh, well, ja, en daar kwam ik dan deze namiddag uh, nog op. Uh, ik, ik vind Black Hole van uh, Charles Burns. Eigenlijk ook wel. Niet post maar wel zeer dystopisch. Maar ja. dat heeft alles van, van Charles Burns, Burns wel, wel, wel ja, geschreven. Dat, dat, ja. dat heeft een hele donkere Dat heeft een hele donkere... Maar wel een, een, ja, wel een, een graphic novel die, die ja. zeer, zeer zeer goed is en zeer vermeldenswaardig ja. is. Nee. Ja, ik had het over Jeremiah van Herman, maar dat ja, ken jij niet. Maar dat is wel ja, ook... Ja. Nu, daar zijn ook volgens mij 30 of 40 albums van. dat is... daar nou, 20 albums weet je het wel ongeveer. Maar dat is ja. wel ook... Dat is wel. Dat begint ook inderdaad. Uh, dat begint. Dat is een soort uh, western, een post-apocalyptische western. Ja. Ah, je had nog een, uh, een feitje, een weetje over ja, Mad Max. Over ik Mad Mad Max. Ik op, nu, nu net te prijzen. Mad Max, omdat ik, dat. dat, dat ja, 100 fragment. ja Maar ja. heb ik niet gezien. Uh, ik de, de Geen enkele. Heb fragmenten van gezien. Ah, ja. Ja, zoals de de, de van Fury Road. Ja. Fantastische. Ja. Daar heb ik wel al gezien passeren op, op YouTube. Um, maar er is een Belgische kunstenaar ja, die daar dingen voor gemaakt heeft. Onder ah. andere de, het stuur uh, van verschillende van die auto's. Met, met die skulls in en, ja, zo, ja. en, en, en wielen en zo. En die mens heet. Uh, uh, Olivier Pauwels. Olivier Pauwels. Ik ga het even opzoeken. Ja, Olivier uh, Pauwels. Shout out naar Olivier Pauwels. Hoep, hoep, hoep. Als ik uh, een Bad Merse podcast doe, dan wil ik die wel eens. Uh... Ah, ja, 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 Zeker doen. ja. Uh, maar die maakt super coole dingen. En, en, en ja, ik ben er eigenlijk. Ik, ik volg die al even op Instagram. Ik ga het nu juist even nog zoeken of dat juist is. Want uh, die, ja, die maakt echt zeer coole dingen. Moet het een keer opzoeken, fokker. Ja. Dat, dat is zo. Uh, Panamer ja, Paulus Olivier. Um, en die maakt zo. Um, ja, echt supercoole dingen zoals, zoals dit. Oh, uh, ah ja. Ah, ja. Nee, ja. Zo'n zo... soort uh, uh, Robo dingen robotjes. Robots van, van, van metaal of, of bronsachtige materialen. Ja, maar uh, dan, dan ook zo baby's op brommers. Razalig. Ah, ja, maar het is echt. Maar die maakt zo'n soort van. Het is, ja, het is soort en die van, heeft voor de uh, Mad Max Fury Road film. Uh, ja. Maakt oh ja, zo. een auto uh, ja, gemaakt. Pa ja. Panamarenko-achtige spaceships ook en zo. Hij ah, maakt Alright. echt wel heel coole shit. Ah, kijk hier, voilà Mad Max. Voilà. Die dus ah, dat, ja. dat heeft hij gemaakt. oh zalig. Ja. En die heeft, dus, die heeft nu uh, een, een expositie in, uh, uh, ik denk in uh, Gare Maritiem, uh, aan uh, Toer en Taxi ah, ja. in Brussel. Ach. Dat um, ja, heb ik vandaag zien passeren op, uh, op Instagram. Ah, oh, right. oh, daar wil ik misschien um, naar ja, ja, ja. Ja. wel naartoe willen. Ja, er is één een, een ding, uh, en dat, dat, dat heet de Pancake uh, of zoiets: een vliegende pannenkoek. En dat is een gigantische UFO, maar volledig uit metaal gemaakt. Maar echt ja, super. Ja, pannenmerken van. Ja, ja, ja. ja echt, echt, gaaf. Su super cool. Uh, uh, en dat vind ik wel cool, dat er, zo, ja, to, dat er ergens in, in, in de, de Hollywood-cinema toch nog uh, Belgen Belgen moeten... Belgische mensen zitten. Ja, ja, tuurlijk, dat is gek. Ja, ik vind dat ook wel Allee, ik, een, ik vind... nicht, een nicht van uh, Amelie. Uh, doet uh, vi uh, uh, visual effects voor uh, bepaalde uh, Marvel en uh, Star Wars? Nee. Films. Okay, ja, cool. Yeah. Ja, ja, dus we uh, zijn altijd. We zijn maar zoveel mensen verwijderd van. Uh, van, van, de, van George Lucas. Ja, want George oh. Lucas of Spielberg of, yeah. whatever. of George Miller in het geval van uh, Mad Max. Yeah. Ja, maar ik vind dat sowieso. Ik vind dat cool. Daarom dat, dat de, de, de films die ik gekozen heb ook met toffe attributen is. Ja. zowel in de Matrix als. Weet je nog in de Matrix dat die telefoon dat dat zo Oh, de coolste telefoon aller ja. <laughs> tijden. Nu een lompen baksteen. Uh, Jan Chris, een vriend van mij, Jan Chris de Koeien, die had zo'n telefoon. En iedereen was jaloers, want die had die telefoon van de Matrix. Want die brillen zijn ook nog een ja. tijdje, ja. eeuwig. Ja, 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 belachelijke, lelijke brillen zijn. Zo'n lange, uh, lange, leren frak en een uh, GSM, en dan was je cool. Dat was het. <laughs> en dan, dan probeerden ze achterover te hangen. Om de, om de kogel te, ont ja, uh, de te de ontwijken. ontwijken. Uh, maar ik vind dat cool. En zo, like, ja. like in Alien zoek ze al die dingen van Giger en zo, dat, ja. dat, dat, dat zoek ik dan op. En, en ja, dat, ja. dat is ook? Ja. Want ja, de, de maker zit nog wel altijd in jou. Ja, ja zeker. Ja, 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 ja. Goed, en, uh, en... Is er nu een volgend seizoen of, werkt dat met, uh, of ben je nog altijd bezig? Of... Ik ben nog al uh... altijd bezig, maar dus, dus vandaag uh, is de allereerste keer dat ik een dinsdag gemist heb, fokke. En dat is mijn schuld. Dat is niet uw schuld, nee, maar dat is gewoon uh, om, omdat ik mijn prioriteiten iets gescherper gesteld heb. Ja. Ik ja. dacht van, ja, ik kan nu nog snel snel een video opnemen of gewoon morgen een video maken en dan staat een woensdag online. Ah, ja. Ja. Uh, ja, goed. Ik... Moet, ik, oh, wacht, ik heb een soort toekomstplan in comedy. Uh, en als ik dat wil waarmaken, moet ik gewoon meer focussen op uh, comedy. Ja. Klaar. Ja. En dan moet dat prioriteit zijn. En dan moet dat niet zijn van oh, vandaag moet er een YouTube-filmpje. Nee. Ja. Nee. nee, die voorstelling moet af. Even uh, moet Ja, snappen komen. Ja, natuurlijk. Ja, 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 en ook gewoon van vandaag was, was wel een heel belangrijke. Ook gewoon omdat nou, we komen net congé, en we moeten al het materiaal ja. nog een keer opfrissen en, en ik wou gewoon ook dat die tof was en dat het goed was. En, en dat uh, was het. Yes, ja, ik vond ik heel content. Was dat was zeer tof. leuk. Uh, 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 ja, die voorstelling. Uh, uh, iedereen moet gaan kijken yes, naar Apocalypse dat. van Henk Rijkaard. Voilà, de cirkel is rond! De cirkel is rond, wauw. Schoen gedaan. Het moest een tv-programma ja. zijn! Uh. <laughs> ja, maar dat is niet bij ons. Dan nee, zeker niet. Dan zitten nee. hier twee andere mensen tegenover uh, elkaar te praten. Mooie mensen. Jennifer Lawrence. <laughs> en jonge, uh, jonge vrouwen ook waarschijnlijk. Uh, maar goed. Uh, Henk Rijkaard, enorm bedankt voor het gesprek. Hey, my pleasure. Het was tof. tof.